14 februari, afgelopen februari. Dat was jullie huwelijk. Jullie huwelijksfeest in de kerk. We zijn hier te gast bij Monique Murrer, Hameleers. Want van tevoren was het gewoon Hameleers, nu is het Murrer. Dat was een bruiloftsfeest. Maar hoe lang kenden jullie elkaar al? 7 jaar. 7 jaar. En dan na 7 jaar zijn jullie voor de kerk getrouwd. Dat was bovendien in een kerk. Tijdens een bruiloftsfeest in de kerk, want dat is de eucharistie. Ben je altijd zo kerkelijk geweest? Als kind wel. En ja, rond mijn 12e leeftijd, toen ik 12 jaar was, is dat veranderd. Wat is er toen gebeurd, toen je 12 was? In de tijd van het vormsel of direct na het vormsel? Ja, toen kwam ik wat meer in opstand, denk ik ook door de puberteit. En thuis was het ook dat mijn ouders in scheiding lagen. Dus ja, toen dacht ik van ja, dat geloof helpt mij ook niet in deze moeilijke situatie. Dus eigenlijk God verdween een beetje uit jouw leven, kan ik dat zo zeggen? Ja, dat klopt. Ja. En kwam jij nog in de kerk of bleef je nog bidden of... Nee, ja, dan deed ik dat wel, maar vanaf die leeftijd ongeveer, toen veranderde dat. Toen ging ik niet meer naar de kerk en ja, mijn gebed was er ook niet, nee. Toen kwamen dus de donderwolken en et cetera, dat een beetje donker in je leven, wat het geloof betreft. En ja, wat heb je daarna gedaan als jonge vrouw? Toen ging ik vooral op mijn eigen kracht. Ja, dus ik ging mijn studie doen, werken, mijn leven inrichten, kreeg relaties, ben ook eerder getrouwd geweest, heb kinderen gekregen uit die huwelijken en was ja, met name bezig met hele aardse dingen, waarbij ik geen gebed meer deed of naar de kerk, dat was weg. Dus eigenlijk een beetje los van God? Ja, zeker. Ja. Nu heb je dus een leven, een beetje zoals in het evangelie, waar Jezus een parabel vertelt over een bruiloft, waar eerst genodigd is. En je bent al heel jong genodigd. Je hebt de gewone, ik zou bijna zeggen het riedeltje, zoals de meeste katholieken dat kunnen doen. Maar ja, meneer pastoor, ik ben gedoopt, communie gedaan, een vormsel. Ja, en ja, daarna, dat was het dan. Dat geldt ook voor jou. Ja, dat is ook zo. Ik ben inderdaad katholiek opgevoed. Maar ja, heb dat wel losgelaten. De parabel staat er. Ja, de een ging naar de akker en de ander naar zijn zaken. Die had jij dus ook. Klopt, ja. Wanneer is daar verandering in gekomen? In 2012, 2013 ongeveer. Toen zijn beide oma's van mij gestorven. En ja, ik was al eerder verbonden bij Lias. Lias is komen samen om vooral met kinderen liedjes te zingen. Hebben ook een gospelkoor. Hebben het samen over het geloof. Maar dat raakte mij nog niet zozeer. Maar toen mijn beide oma's zijn gestorven, ja, toen is er wel het een en ander weer opengebroken. Dus eigenlijk moest er echt iets gebeuren om jou weer, ja, letterlijk weer tot bezinning te krijgen, bezinning tot gebed, contact met God. Ja, ja, dat klopt. Ik weet toen de ene oma is gestorven, dat een hele lieve vriendin van mij heeft gezegd van, ja, maar je moet niet huilen, want ze zit echt op schoot bij onze lieve Heer. En dat raakte mij zo erg, dat ik dacht van, ja, maar dat is het ook. Je bent dus eigenlijk weer, lijk je in die parabel, op de geroepenen die in tweede instantie weer opnieuw worden geroepen. Dus die koning stuurt zijn dienaren uit naar alle hoeken van de straten om mensen uit te nodigen. In welke stappen heb jij die uitnodiging aanvaard? Wat is er verder gebeurd? Ik heb het op mijn eigen tempo mogen doen. Ik heb gesprekken gehad met Deken van Galen, die mij ook antwoorden gaf op de vragen die ik had. Ik mocht ook ontwikkelen en ook het verlangen voelen hoe het geloven weer is. Ik ben gaan biechten, ben weer naar de kerk gegaan, doe mijn dagelijks gebed. Dus dat zijn wel ingrediënten die mijn geloofsleven vullen. Nu, ik ben voor de kerk getrouwd met Ron. Ja. Dus eigenlijk ben je weer langzaam maar zeker weer teruggekeerd naar God. Ja. En als er sprake is van een bruiloftsfeest, ja, dan heb je dat heel letterlijk
met het bruiloftsfeest van Jezus in de kerk gevierd, begrijp ik. Ja, klopt. Dat hebben we inderdaad in de kerk mogen vieren. Ja. Nu, als je je leven zou moeten vergelijken, het leven voor jouw bekering en het leven daarna. Dus eigenlijk vanaf het moment dat je oma stierf en jij toch weer ging zoeken. Hoe zou je dat willen vergelijken? Toen het voor mij een zwarte periode was, voelde ik me vaak alleen. Ging ik ook leegtes opvullen. En het ook vaak zoeken bij andere mensen. En het toch niet kunnen vinden. Nu ik mijn relatie met Jezus daarin heb hersteld, voel ik me gedragen en gesteund. En weet ik ook dat ik nooit alleen loop. Dus ik loop altijd samen met hem. Geweldig om te weten dat dat mogelijk is. Dat je, ook al heb je misschien ooit nee gezet, bij God er altijd een weg terug is. Dankjewel, Monique, voor dit getuigenis. Ook bedankt, ja.